De vierde editie van de Kunst- en Cultuurmarkt is vandaag afgesloten op het terrein van CCS. De markt, die gisteren begon, is georganiseerd door Creative Culture Suriname en biedt een platform aan verschillende kunstenaars en artiesten om hun producten op een centrale plek aan de man te brengen. Verschillende artiesten lieten producten die ze veelal op de hand hebben gemaakt zien. Van houtsnijwerken tot anissa's, tassen, culturele klederdrachten en op de hand gemaakte sieraden waren er te koop. Met een workshop schilderen voor kinderen wil de organisatie bijdragen aan de ontwikkeling van het talent van kinderen. Bij de opening gisteren was ook de Amerikaanse ambassadeur Robert Fauché en zijn vrouw aanwezig.